Als ik eerlijk ben, kwam de opstand tegen mijn ouders, tegen de armoede. Tegen mijn sociale klasse. Haar racisme. Haar geweld. Haar gewoontes. Was op de tweede plaats. Want voordat ik me verzette tegen de wereld van mijn kindertijd... Was het de wereld van mijn kindertijd? Die zich verzet had tegen mij. Ik had geen andere keus dan te vluchten.